We hebben een spreker daarvoor uitgenodigd. Een kameraad. Waarmee ik samen in de dienstbeweging gestaan heb. En hij zal ons, wij weten dat hij het kan, hier enkele minuten onderhouden over die dienstbeweging. Ik geef u het woord. Het interbellum leverde waarschijnlijk de meest bloeiende en daarmee ook boeiendste periode op in de geschiedenis van de Vlaamse beweging in verband met het algemeen Nederlands denken en doen. Waren eindelijk de opgedeelde Nederlanden bij elkaar gebracht in één koninkrijk, maar er bleek een eenheid in te grote verscheidenheid. Die opstand die leidde tot het wederom uiteenvallen van de Nederlanden was echter een in aanzet voor een overgroot deel francofoon. Het verloren koninkrijk van Elswitte, dat vorig jaar verscheen, weten wij nu met meer zekerheid wat wij al konden vermoeden. Dat de weerstand van het orangisme veel belangrijker en langduriger was dan wij mochten weten, en dat de vaders van de Vlaamse beweging, Jan Frans Willems, Dr. Ferdinand Snellart, Prudence van Duizen en consorten, maar een minuscuul deel van het orangisme uitmaakten, als ze er al deel van uitmaakten. De overgrote meerderheid van de orangisten waren Frans-taterende economisch sterkeren. De drie genoemde vaders van de Vlaamse beweging misschien toch eventjes situeren. Voor Willems, ook de man die later terecht de vader van de Vlaamse beweging zou worden genoemd, braken toen, 1830 dus, zeer moeilijke tijden aan. Voor de Vlamingen in spe waren het na 1830 moeilijke tijden. Hoewel zij de meerderheid vormden in de nieuwe staat, schonk het zijns kiesrecht de politieke macht aan de verfranste burgerij. De geest van de Belgische regering was Frans. Taalvrijheid in Vlaanderen betekende officieel Franstaligheid. De eerste jaren na de onafhankelijkheid spaarden de regeringen geen moeite om het Nederlands als de splijtswam van de nieuwe Franstalige staat te bekampen. Van echt verzet was er dan nog weinig te merken, maar uiteindelijk komt het tot een grievencommissie in 1856 die vraagt om de gelijkstelling van het Nederlands en het Frans en om een strikte vertaling van alle stukken van de centrale overheid. Taal- en letterkundige congressen trachten Nederland en Vlaanderen dichter bij elkaar te brengen. In de jaren 1870-1880 verdween die dynamiek omdat onderwerpen met een politieke en sociale lading niet meer aan bod kwamen. Albrecht Rodenbach kwam dan op het toneel als levenswekker van Vlaanderen met een groot toekomstpotentieel, maar stierf nog geen 24 jaar oud, al in 1880. Toch liet ook hij, onder meer, al noteren: en waren ons vaderland zo ziek niet geweest dat het zijn belangen niet meer kon bevroeden of verstaan, het had vol geestdrift de dag begroet, waarop het wederom in zijn eenheid stond, als Rijk der Verenigde Nederlanden, iets te zeggen hebbende in de Raad der Mogendheden, met een leger dat Napoleon had helpen verslaan te Waterloo, met de tweede vloot van Europa en met een prachtig dagende toekomst aan de kimmen. De afwijzende houding van het Noorden, die men een constante kon noemen sedert hun afstoting van het Zuiden, op een klein aantal uitzonderingen na, verhinderde sommige Flamingianten niet om in algemeen Nederlandse opvattingen verder te verkondigen. Dichter van de onvergetelijke woorden: hier en aan de overkant, daar en hier is Nederland. Maar ook de vorige vier regels van die laatste strofe van dat gedicht De Nederlanden zijn het aanhoren best waard. Schoon door het lot van ingesneden, deelde zich de volksaard niet. Hier en ginds wordt God aanbeden in een roerend Neerduits lied.
Het was duidelijk dat na de vormsverkiezing van 1928 en het succes van de Frontpartij in 1929 de tendens naar een Nederlandse eentaligheid van Vlaanderen nog moeilijk kon tegengehouden worden. De Dietse gedachte zag hij niet als een negatie, maar als een vervolmaking van het Vlaamse ideaal. Aan zijn denkbeelden gaf hij gestalte door de oprichting van een Vlaamse militie en in 1931 samen met Wismoens van het Verbond van Diets Nationaal Solidaristen, het Verdinazo, met het strijdblad Hier Dinazo. Aan verkiezingen wist hij niet deel te nemen omdat hij dacht aan andere middelen om de macht te veroveren. Van 1931 tot 1935 besteedde hij alle zorg aan het uitbouwen van afdelingen, kernen en cellen in Nederland en Vlaanderen. Het Verdinazo kreeg aanvankelijk echter felle tegenkanting, onder andere van de Belgische overheid, die een militie- en uniformverbond verbod uitvaardigde. Dit tastte het Verdinazo niet echt aan, maar deed Van Severen nadenken. Voortaan zou hij werken met een nog geslotener formatie, een keurgroep, de Dinazo Militantenorde, de DMO. Van Severen kwam ook tot een nieuwe houding tegenover de Belgische staat. Hij zou de staat niet meer vernietigen, maar veroveren. Van dan af beschouwde hij België, Nederland en Luxemburg als integrerende delen van het Dietse Rijk der Nederlanden. Van Severen was daarom geen Belgicist. Hij wilde een einde maken aan de Belgische en Hollandse kleinheid en deze staten dwingen de weg der Nederlandse toekomst op te gaan. Aan Van Severen's droom kwam abrupt een einde op 20 mei 1940, toen hij door Franse kogels in Abbekerken in Nederland, op de zuidelijkste grens van de Nederlanden werd vermoord. Zijn Verdinazo spatte uiteen in zowel harde en minder harde collaboratie als verzet en attentisme. Onder Duitse druk hield het op te bestaan. Na de oorlog nam geen enkele Vlaamse politieke partij in haar programma enige beduidende vorm van algemeen Nederlandse integratie op. De kortstondig bestaande VVP, de Vlaamse Volkspartij van Lode Klaas, uitgezonden. Hij was een oud Jondinazo-lid. In het bestek van deze inleiding moest ik mij beperken, noodzakelijkerwijze. Heel wat heel Nederlandse initiatieven bleven tot mijn spijt onvermeld. Voor wie er toch meer over wil weten, is er gelukkig al heel wat gepubliceerd over het Interbellum, waar ik uiteraard ook bij te raden ben gegaan. Maar ik wil eindigen met de voorlaatste strofe van het gedicht van Paul van Leeuwen, getiteld Ik heb dit land zo lief gehad. Vergun mij als ik heen moet gaan, de leeuw, maar zonder rode franje. Al koos ik zelf de prinsenvlag en daarmee voor een rangje. Ik dank u allen zeer voor de aandacht.